De regie van het Televizierfeest bracht Erland Galjaard en Wendy van Dijk, toen nog het keizerspaar van RTL 4, op hun meest onvoordelige manier in beeld, met de armen over elkaar, een tikkie verveeld en druk in de weer met kauwgom. Het leken wel twee lama's, zelfs de kijker kreeg er kaakpijn van. Het was een lee voor menig BN'er, zorg ervoor dat je er een beetje geïnteresseerd bij zit, want je kunt op elk moment in beeld genomen worden. En dat was voorafgaand aan de editie van dit jaar ook de centrale boodschap van Peter Pannekoek aan alle sterren in die zaal. Maar die boodschap van hem was alleen in de zaal te zien en niet op tv. Frits Hufnagel vertelt in shownieuws dat hij dat wel mooi vond van Peter. Het mooist was ook, hij begon ook zo sterk, door meteen te zeggen: Jullie zijn het ergste publiek dat er is, dus die hele zaal was al meteen aangevallen door hem. De zaal schrok daar best even van, vervolgt Dianta Brooks. We kregen fragmentjes te zien, want jij tikte me aan Bart: van, zorg dat je niet chagrijnig kijkt, want dan word je geschakeld, en toen kwamen Wendy en Erland in beeld. Collega Bart Ettekoven, ja, maar dat is nooit op tv geweest. Dianta, nee, hebben alleen wij dat gezien? Bart, dat was alleen in de zaal, ja. Wat kregen de BN'ers in de zaal precies te zien? Bart, ze lieten dat voorbeeld zien van Wendy en Erland die helemaal onderuitgezakt zaten, een paar jaar geleden al in Carré. Toen zeiden ze dus inderdaad: geen ons als publiek, jongens, voorkom dat, want anders is dit het resultaat. En toen lieten ze dat zien, haha. Wendy is dus keihard geschud gezet in een zaal vol BN'ers. Dianta, ja, Hilarisch.